Ik ben er nu enorm trots op dat we met 41 atleten in Keulen staan. Dat we al heel erg veel medailles in de wacht hebben gesleept. Zelf doe ik hiermee aan voetbal, basketbal en volleybal. En dat gaat deze Utrechtse en haar team helemaal niet zo slecht af. Tot het einde van het toernooi komt Annemarijn nog in actie. Dus zaterdag speel ik de finale tegen Duitsland. En op vrijdag spelen met de dames in het basketbal de finale tegen Australië. Dus dat is hartstikke spannend. Het is wereldwijd het grootste sportevenement voor kleine mensen. In totaal zijn er 29 delegaties en ruim 500 atleten op dit toernooi. Dit zijn mensen die door een medische reden, denk hierbij aan een groeistoornis of een skeletafwijking, kleiner zijn dan 1,50 meter. En op dit evenement kunnen dus kleine mensen op een gelijkwaardig speelveld sportieve prestaties leveren en alles uit zichzelf halen. Uiteraard wil iedereen winnen, maar ook als er verloren is, mag er best gelachen worden op het veld. Na de wedstrijden, iedereen mengt, alle landen die zijn heel erg sociaal met elkaar, dus dat is echt heel erg leuk. En dat is ook gelijk de waarde van het evenement, om wereldwijd kleine mensen met elkaar in contact te brengen. En op die manier dus ook internationale vriendschappen te kunnen sluiten. Ja, maar goed, een voetbalfinale tegen Duitsland. We zijn echt bevriende sportlanden. Dus we gunnen het elkaar ook, maar wij gaan er natuurlijk met de winst vandoor.